Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van GJ Billiards. Leuk dat jullie weer kijken. En zoals jullie wellicht al weten is afgelopen weekend niet zo goed voor mij gegaan. Ik ben laatste geworden met ongeveer 4,5 gemiddeld. Dus iets waar ik zeker niet tevreden mee ben. Maar in mijn vorige vlog heb ik wel aangegeven dat ik een hoop heb geleerd van dit toernooi. En een van die leerpunten wil ik vandaag met jullie analyseren. Zodat jullie hopelijk hier ook wat van kunnen opsteken. Dus ik zou zeggen, veel plezier met het kijken van de video. De wedstrijd die ik hier speel is tegen Misha van Bogum. Tweede wedstrijd van het toernooi. En op dit moment zit er nog van alles in voor mij. Ik heb de eerste wedstrijd dan wel verloren van Erik Deriks. Heel stom weggegeven eigenlijk deze wedstrijd. Maar er zit nog van alles in. En ik weet dat ik hier Misha ver achter mij moet houden omdat ik hem altijd wel zie bij dit soort toernooien als een grote favoriet. Dus ik wil niet missen. Ik wil elke bal maken en ook alles geven om de ballen te maken. En dat zien we goed terug bij deze stoot. Want ik krijg echt, ik denk in mijn biljartloopbaan wel de moeilijkste bal die ik ooit heb gezien. Omdat ik gewoon niet een manier kon vinden om deze bal te maken. Normaal gesproken spelen we deze bal gewoon via wit naar rood. Maar aangezien we aan het bandstoten zijn, kan dit niet. Dus we moeten een andere manier zoeken. Zoals je wellicht aan mijn gezicht ook kan zien, ik heb geen idee waar ik deze band moet zoeken. Maar goed, het eerste wat in mij opkwam was, kan ik door middel van een losse band deze band wellicht maken. Dus ik ben gaan kijken naar de lange band of hier wellicht opties zijn. En die was er wel, maar dat zou betekenen dat ik bal 2 heel erg dun zou moeten aanspelen. En aangezien ik met mijn keu wat moest heffen en je hierdoor heel makkelijk effect geeft, vond ik dit niet een zekerheid voor mij om deze bal te maken. Dus voor deze bal heb ik niet gekozen. Dus ging ik kijken om via de lengte wellicht de losse band op te zoeken. En dit gaf ook weer problemen omdat de ruimte tussen bal 2 en 3 te groot was om hier een directe karambol uit te maken. Dus wat dacht ik, laat ik een extra band pakken om uiteindelijk die hoek wel te krijgen. Probleem hiervan was, is het eigenlijk hetzelfde als de losband via de breedte. Hij zou ontzettend dun moeten worden aangespeeld. En ik merkte al dat de ballen een beetje wiebelden, waardoor ik niet precies het mikpunt kon bepalen. Vervolgens ben ik gaan kijken naar een wat meer directere benadering van deze stoot. Of ik hem via bal 2 of via bal 3 een driebanden kon maken, waardoor hij op die manier raak ging. Het probleem hierbij was dat als ik hem via de gele bal wil spelen en dan de drieband erop wil zoeken, dat ik hem vrij dik moet aanspelen om die hoek te krijgen. En aangezien bal 1 en bal 2 heel kort bij elkaar liggen, is de kans op een BRD erg groot. 1. Ik kon de juiste lijn niet vinden. En 2. Als ik hem heel erg dun aanspeelde, was er zelfs een kans dat ik daarna gelijk de rode bal zou raken. En dit is een directe karambol. En dan word je bij bandstoten uiteraard afgekeurd. Als we de directe benadering via rood willen opzoeken, dan komen we ook met bepaalde problemen. Ik kan namelijk maar een heel klein stukje van de rode bal zien als ik de gele bal niet als eerste wil raken. Hierdoor moet ik de bal heel erg dun aanspelen, waardoor ik de hoek niet kan krijgen om deze stoot te maken. Dus ook deze positie kan ik niet uitvoeren. Op dit moment weet ik gewoon niet een manier om deze bal te maken. Dat kun je ook goed aan mijn gezicht zien. Ik lach eventjes omdat ik eigenlijk nog nooit in mijn leven zo'n bal heb meegemaakt waarin er eigenlijk geen enkele manier is om hem te maken. En wellicht denk je zelf nu van, wat dacht je van deze positie? Ja, deze positie is het eerste wat in mij opkwam toen deze bal kwam te liggen. Het is eigenlijk de bal die we het meest wegspelen, omdat hij het minste risico heeft en je daarna altijd wel een goede positie krijgt. Maar uiteindelijk was dit te goed om waar te zijn, want hoe ik ook voor deze bal ging staan, ik kon er niet bij. Ik ben rechtshandig en aan welke kant van het biljart ik ook ging staan, ik kon niet een massé uitvoeren omdat ik er gewoon simpelweg niet bij kon. Enige optie eigenlijk was om een massé stoot uit te voeren met links. Ik kan een aardig balletje met links stoten, maar een massé met zoveel precisie in een stoot, dat gaat mij zeker niet lukken. Dus uiteindelijk 1 minuut en 53 seconden verder, moet ik uiteindelijk wel een beslissing gaan nemen. En ik kies uiteindelijk voor de stoot waar ik het eerste aan dacht. En wat het meest voor de hand liggende is. Maar deze stoot moet ik wel achter mijn rug doen in de piqué houding. En helaas kunnen jullie vanuit deze camerahoek niet de bal zien. Maar ik heb hem gemaakt. En hier op mijn eigen biljarttafel kun je zien hoe ik deze bal heb gemaakt. Een bal die ook heel erg makkelijk mis had kunnen gaan. Maar je komt bij bandstoten nou eenmaal soms in situaties waar je gewoon niet weet wat je moet doen. En ik vond bij deze positie het bizar
dat er zoveel verschillende opties zijn, maar al deze verschillende opties werden gelimiteerd omdat het net allemaal niet mogelijk was om uit te voeren. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt en ik wil dat graag even met jullie delen. En uiteraard wil ik hier niet mee zeggen dat als je niet weet hoe je een bepaalde bal moet stoten, dat een massé achter je rug het antwoord is. Integendeel, maar het laat wel zien dat wanneer je bij sommige ballen even goed de tijd moet nemen om alle opties uit te sluiten die mogelijk tot de carambol leiden, zodat je in ieder geval als je hem mist, kunt zeggen dat je er alles aan hebt gedaan. Nou mensen, dat was het dan, de analyse van een van de moeilijkste stoten die ik ooit in een wedstrijd heb moeten wegspelen. Vonden jullie deze video leuk? Laat dan zeker eventjes een like achter en mochten jullie in de gelegenheid zijn om te abonneren op mijn kanaal, ik zou het erg waarderen. Mensen, veel biljartplezier, tot de volgende keer, later!